We zitten hier bij het Moensje van Skalsen. En naast me zit vrijwillig molenaar Dirk Piersma. En die wil je hem graag het in en oor vertellen. Dirk, hoe lang ben je al vrijwillig molenaar? Ik ben hier nu senior hier vrijwillig molenaar. Ja, in 1998 ben ik begonnen met de opleiding. En toen ben ik hier eigenlijk voortdurend kwam bij de molenaar die toen molenaar was. Dat was Rijn Kok van Marm. En sindsdien, draai ik hier op deze molen. Ja. Wat is dit voor molen? Dit is een poldermolen. En dat wil zeggen, hij slaat water uit de polder op een boezem. Althans, dat deed er vroeger. Maar sinds de jaren 70 is dat net meer zo. Toen had hij een ruilverkabeling gehad. Toen heeft er bij de Dongiemer 40 een elektrische gemaal deel zetten. En die bemeldt sindsdien de grote schaal van moenen, wat deze moenen van 1801 tot 1976 al die dingen had. Wij moeten die molen zo noemen dan draaien laten. De molen had geen functie meer als zodanig. Hij kon geen water meer uitslaan uit de polder op een boezem. Althans, dat deed er vroeger. Maar sinds de jaren 70 is dat net meer zo. Toen had hij een ruilverkabeling gehad. Toen heeft er bij de Dongiemer 40 een elektrische gemaal deel zetten. En die bemeldt sindsdien de grote schaal van moenen, wat deze moenen van 1801 tot 1976 al die dingen had. Bovendien is dit ook een lesmoenen. Ik leid hier bij vrijwillig molenaars op, sneunen medisch, dan ben je weer altijd bezig. Want er moeten natuurlijk wel steeds bij nieuwe vrijwillige molenaars bijkomen. En er verdwijnen weer, er leeftijd en iedereen die het examen doet. Die werd ik net molenaar, daar ben ik gewoon. Die zei van, nou, die opleiding vond ik mooi. Maar dat was het ook. En zo moeten er steeds weer naar en bij komen. En ik heb het een fjouwer in opleiding hier. Je hebt het van een stichting Friese Molen nu? Die had er wel wat met de meidje, maar het gilt Friese Moenders. Daar gaat deze opleiding vooruit. Wij zijn leermeester, zo nemen ze dan. Bij de stichting, bij het Guild Friese Moenders. En de stichting de Friese Molen, houdt wel nauw verband met het Guild Friese Moenders. Was er wat meer over vertellen, over de opleiding? Ja, die opleiding, dat houdt dus in dat iemand dus vertrouwd omgaat met zijn moenen. Zijn moenen, dat kost een hoop geld. Dus wanneer je zijn moenen dus betjent, dan moet dat heel vertrouwd wezen. En diegene die dus met die opleiding beginnen, die zitten er eerst wel eens even wat genoeg te hekken. Want die opleiding wordt het minimaal overal hier. Ze moet alle seizoen goed meemaken. En er zit ook nog een mooi stuk theorie onvast. Ze moet ook kennis krijgen van het waar. Hè. Je moet ook een bui aankomen zien. Want dat je een bui ontkomt en je draait maar vol zeil bij wijze van spreken en er komt in één keer een bui om een windkracht zo'n 18 zit, dat kan Rutte schadelijke gevolgen hebben van zijn moenen. Wat voor type moenen is dit? Want er zijn hele prototypes moenen, heb ik wel eens lezen, maar wat voor type is dit en wat dochter eigenlijk? En dochter nog wat? Dit is een achtkante grondzeiler. Het type monnikmolen. Een monnikmolen, dat wil zeggen, hij had het model een beetje van de pij van een monnik. Hij is rijdekt, maar je steen onderbouw. En het is een poldermolen, dat wil zeggen, hij slaat water uit vanuit de polder op de boezem. Althans, dat deed hij dan vroeger. Sinds de zondag jaren draait hij, kan hij nog wel precies in werk doen, maar hij kan het water net meer op de boezem krijgen. Wat voor functie die er hier vroeger dan? Dat is ongetwijfeld anders. Dus joggers binnen de mensen die weten dat deze molen draait had. Maar wat die er hier dan? Wat voor functie hier dan? Hij moest de grote Skalsemer polder moest er het water op peil horen. En dan meldde dus vanuit de polder op de boezem. Maar doordat die wetterwegen je verlijn binnen, steekt deze molen nu dus midden in de polder en kinderen het water dus net meer op de boezem krijgen. Misschien een stomme vraag, maar stroept de boel hier helemaal onder? Wanneer dat elektrische gemaal bijvoorbeeld het water hier net uithelt, ja, dan rent het hier onder water. Want wij zitten hier beneden de zeespiegel. Boetelonse gassen die zitten hun direct wel eens over wonderen. Ik had hier als mensen met Zwitserland gewoon, die konden het net voorstellen.
dat het beter hier al je waaien moest, daar rent het vanzelf al je voort. Maar ja, wij zitten hier beneden in de zeespiegel, dus alle rijnwetten dat moet bij je waai pompen. En vroeger ging dat met windkracht en Sint-Burg ging dat alweer elektrisch. Dat onderhouden maak ik alle zelf? Nee, dat onderhouden wij zelf niet. Wij doen wel lietse klusjes, verfklusjes en dat er een klusje is dat je denkt van nou dat ken ik wel aan, dan doen we dat even. Maar het grote onderhoud dat is voor de molenmakers. De molenmakers die onderhouden deze molen. Eén keer in het jaar dan moet ik even op papier zetten wat ik denk wat er aan de molen gebeuren moet. En dan komt een delegatie van de Stichting de Friese Molen. Met een paar molenmakers en dan bepraten we dat en dan wordt dat meestal wel honoreerd. Kom je mond het geld? Dat geld dat komt van, nog van de overheid, komt van de provincie, de gemeente draagt er wat in bij en we hadden donateurs. En soms hebben we ook nog wel eens schenkingen. Er zijn wel eens mensen die komen overlijden en die schenken de Stichting de Friese Molen en moeilijk gaat. Komt dat nog voor. Maar een vetpad is net, denk ik. Het is net een vetpad, maar we hebben mindere tijd gewoon. Ja, zo is het wel. Ja. En kan je nog leerlingen krijgen? We hebben verleden hier de tweede actie gewoon om nieuwe leerlingen te werven. En de eerste keer ben er een 30 bij kwam, dacht ik. Een liefste 30. In verleden hier ben er in totaal weer een 15 bij kwam. Ja, dus dat gaat wel aardig, jawel. Toen ben ik een boordje, man. En dit is ook wien en wetter. Maar er steekt hier ook een hele prototype in. En komt het trots als een boordje, man, best als hij dit allemaal lutsen vindt? En hoeveel tijd steekt je wel in? Ja, inderdaad. Ik ben al een liedje 40 hier. Ik heb een vervent zeiler. En de moeder had natuurlijk wel wat met een zielwoordermeisje. Je had beide keren mij. Mijn wetter te maken, mijn wien en zeil. En ja, hoeveel tijd steek ik erin? Ik ben nog alle sneuwen in medisch ben weer dus. Hey, maar de leerlingen is dat er door de week ben je echt vaak nog wel eens even in de medisch. Ja, dat er een lekkere brief staat en die vrouw had even wat oor, dan zei ze van nou, dan kan ik even het moedje. Ja. Het is zeer rustgevend, zet wie je zit in het rijt. Ja. En dat geluid van de wieken, nou, het is je schitterend in je droomplekje. Ja. Dit is heel spannend. We zitten boven in de molen. Het krekert en piept en de molen schoddert. En Dirk zal even uitlezen wat we hier nou aan het doen zijn of wat de molen dacht. Ja, die molen die vangt de wind dus op het wikkerkruis. En de wikkerkruis brengt dus de bovenas in beweging. Dat is een gettenieter bovenas. Er zit een heel groot kamwiel. Houdt een kamwiel uiteraard en die droogt er boven de bonkelaar om. Die zit op de koningsspil, dat is een hele zwiere vierkante balken die onder daarin. En die brengt de kracht oer op de onderbonkelaar en de onderbonkelaar die droogt de piezel erom. Dus daar slaat er het wetter dus uit. En hoe oud is deze? Deze as die is 100 zon hier. Maar de molen zelf is 200 zon hier. Die is van 1800 hier. En dit rot waar we hier zagen, hoe oud is dat hout bijvoorbeeld? Nou, de molenmaker die hier aan de gang is, en het is een oude rot in vak, Dirk Postumus van Huns. Dirk zei van dat bovenwiel dat is niet oud als deze molen. Maar deze bovenbonkelaar, die hier draaien, zei, dat ben alles naar je kamer in zet. Maar de bovenwiel dat is lieke oud wat de moe is. En de balken die bevneken en de fjederen is grain. Ja, die deze zwiere balken die is jurgen. Ja? Dit voeghout, linker en rechter voeghout. Dat is eikenhout. De lange spruit, die zwiere balken die hier leidt, dat is weer bielingenhout. Dat is een hele duurzame houtsoort. Maar de achtkantstiel die ben we van grain maken. Vroeger waren de moen helemaal van eikenhout maken. Maar in de 16e eeuw moesten ze dat broeken van de Oost-Indië-vaders. En toen hadden we een in de moen oorgingen op greenhout, grotendeels. Maar wat echt dus, wat heel zwierig verdorie hier, dat echt de kracht nog kan, dat waren we wel van eikenhout maken. Van eikenhout is sterker dan grain. Ik viel me krijgt op mijn schip, we steen je te slinger in. Ja. Ik vind het heel spannend. Ja. Zijn we een trepje naar beneden, nog was je bovenaf wat vertellen. Nou, ik wil het ook al een hele hoop verteld hier.
We zijn met gevaar voor eigen leven, tenminste beschouw ik het, we hebben een etage leger. En je draait datzelfde ding weer, maar Dirk leidt uit wat het is. Ja, dit is weer de koningsspel, hè, die de kracht overbrengt van boven naar beneden. En we zijn hier op de eerste zolder. Dit broek ze vroeger als opslag. Hier landen wel eens wat speeldel, wat ze broekten van de moenen. Maar verder had deze zolder bij een poldermoenen geen echte functie. Ik zie hier achter me, zie ik vieze dingen hangen. Wat is dat? Ja, dat liep het misschien wel zo. Je komt wel eens mensen die zeggen wat liep je moet bederen hen. Maar dat is dus bargeriezel. Dat heb je bij de slachter. En dat moet hier even een jaar hier lezen te bekomen. En dan kunnen we daar de molen mee smaren. Zo ja. Vertelde ze me dat ze hier een grongen van maken. Ja, vroeger dan waren het eten, hè. Ze winnen het grongen. Ik had ze vroeger nog wel een breer gewoon, heerlijk. Ja, breer met scherven, met wat zo. Ja, heerlijk. Maar dat is hetzelfde spul dus. Ja, het is precies hetzelfde spul. Want die moderne smarmiddels, die kunnen we hier eigenlijk niet broeken. Hier zit een getten, hier is er een os boven in de moen en die draait in een steenlager. Hè? Dat is arduinsteen, uit de Belgische rotsen komt dat. En als je dat smaren zo met een... Mijn moderne smarmiddel, ja, die zou die stingen niet doorkennen. Die zou misschien wel oplossen. Ik weet net wat er gebeurt, maar dat kan niet doen. En dit bargeriezel, dat is een uitstekend smarmiddel daarvoor. Ik zag dat hier ook een einde kwam met zijn beste. Ja, als je winter daar, dan ben je rekker bij moenen. En dan is het, vooral in stil zitten, dan is die eerste kaart. Het is om de vries dat ik nog ligt. En dan maak je eigenlijk wat doen. En ik ben in de tijd... Ik begon mijn eindekoren te maken. En wat Boerman van vroeger die had mij dat leerd. En het is best leuk werk. Je groeit namelijk rijk in hormonen. En zo eind juni, begin juli, dan snijk je dat rijtje uit de wal. En dan lees ik dat je in de moenen maar een beetje broekwerk. En dan wint er daar een flesje weer de eindekoren van. Ja, en die eindekoren die. Ik verkeer je wel eens in en ik jou wel eens in je wei. En ik ging hier gewoon aan de moenen. En voor het voor mij dit had je een winkeltje. Die had je vrouwen jongen uitbreid in je einde koer. Je zult onder in de moenen diezelfde koningsspel weer draaien. En dan zullen we ook de onderbonkelaar op de koningsspel zitten. En je kan ook heel mooi zien hoe er dan het viezelwiel omdraait. En hoe de viezelwiel de viezel omdraait. En dan kun je mooi zien hoeveel water dat eruit slaat. Als die viezel in je omwenteling maken had, dan had het er 1250 liter water uit. Dat houdt in bij een windkracht 5-6, dat die moenen per minuut de 55.000 liter uitslaat. 55 kub. Dat is een hele hoop water. Maar ja, dat moest ik wel, want dan moest ik een grote polder droeg houden voor zo'n 150 hectare. De grote schaal van mijn polder. Nou joegst mij breer, in griene graaien de lucht van heer, in loften wild, in marren weert, er is mijn beeld van die tijd. Ik vertel verhalen, jong van die groen, er is wij het iets mijn leven begon, verwoond.